Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 7 in Oostenrijk. Ronde nummer 7 alweer, gaan lekker snel er doorheen. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht boven het i'tje. Klik erop als jij die aflevering verschijnen. Gaan een aantal componenten wisselen voor het geval dat. We hebben ook een nieuwe versnellingsbak erin laten zetten. Omdat, ja, na 6 races mag je een gratis versnellingsbak erin zetten. Dus kijken hoe we daarmee komen. Nice. Oostenrijk belooft een wat langere video dan normaal. Er zit namelijk een sprintrace erin. Dus kijken hoe we dat dan gaan doen. Spoel de tijd gewoon eventjes door. En een aantal updates zijn al binnengekomen. Dat is goed om te zien. En die Pirelli Hot Lap slaan wij dus over. Maar goed, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F123 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. We moeten dus een nieuwe sponsor gaan toevoegen, want dat is eentje. Hebben we dus, We kunnen een extra sponsor toevoegen, alsjeblieft. Dankjewel. Gaan even kijken welke de makkelijkste is. Ik verwacht namelijk op dit circuit wel wat meer dan bijvoorbeeld de vorige wedstrijd in Canada. Op dit circuit zijn we meestal snel, dus ik ga er wel van uit dat we naar een Q2 kunnen gaan toerijden. Goed verhaal. Sponsor is dus toegevoegd. En dat is goed om te zien. En daarna hebben we eigenlijk niet zoveel meer. Dus ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. En kijken hoe dat dan... Ja, hoe dat dan verloopt, wat het gaat worden. Ik ben benieuwd. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Er is geen regen verwacht tijdens de kwalificatie, de sprintrace en de hoofdrace. Dus dat is goed om te zien. Kom aan bij de eerste bocht. En die nemen we heel erg goed. Klein beetje te wijd. Maar goed, geen probleem. Paars in sector 2, jazeker. Zitten er in één keer goed bij. En nog ongeveer 14 minuten op de klok. Laatste bocht. Verloopt ook heel erg goed. DRS geopend. En dan laten wij een tweede tijd noteren. Achter Lewis Hamilton op ongeveer 3/10 Alonso naar P2. Wij dus door naar P3. Maar een prima ronde terwijl we daar iemand bijna hebben aangereden. Geel in sector 2. Einde van Q1 nadert daar iets te scherp ingestuurd. Bij de ene laatste bocht hopen dat wij ons kunnen gaan verbeteren. Op dit moment een P8. Goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Iedereen is naar buiten voor een outlap. Nou, niet iedereen. Een aantal jongens staan nog binnen. Weer DRS geopend. En dan zijn we aanbeland bij het einde van dit rondje. Met groen in sector 1 en 2. Nog steeds een 8e positie. We zijn een 10e onder onze eigen tijd gedoken. Verliezen wat in de laatste sector. En het is een verbetering naar een P7. Understood. Stopping. En dan zijn we door naar Q2 op een 9e positie uiteindelijk. Op 15e van Lewis Hamilton. We hebben het heel goed gedaan. Voor het eerst bereiken wij Q2. En kijken wat we nu dan dus kunnen met nog ongeveer een minuut op de klok ongeveer. Kijken of wij ook hopelijk naar Q3 kunnen op één setje soft. Dat we die kunnen gaan uitsparen. De eerste bocht verloopt heel erg goed. Ongeveer 5 seconden nog op de klok met groen in sector 1 en 2. Dit wordt onze eerste en laatste run in Q2. Zijn wij door naar Q3. De vlag hangt uit. En dat is een 1-6-1. En dat is voldoende om door te kunnen komen naar Q3. Goed gedaan, een P9. In één keer is het hier een beetje chaos wat er aan de hand is. Daar een Ferrari-coureur leidt daar een groepje. En wij zitten er middenin. Gaan hier van het gas af om nog eens voorbij te duiken. Maar dat gaat maar net goed met Oscar Piastri. Beide McLaren's waren elkaar daar tegengekomen. Wij zijn op een P10 met nog geen tijd. Met nog ongeveer een minuut op de klok. Kijken of wij ook misschien een plekje hoger kunnen gaan starten op P9. En wij zetten dus nu aan voor onze eerste en laatste run in Q3.
Onze allereerste run in Q3. Ongelooflijk dat we dit hebben gepresteerd. We scoren helaas op de laatste plek. Wij dus door naar Q3. Ja, ietsjes te wijd. Vlag hangt uit in Q3 met nog ongeveer 2 minuten op de klok omdat de vlag nu uit is. Geen idee wie er op pole staat, maar wij komen aan het einde van deze ronde aan. En dat is... een P9. Uitstekende ronde van ons, een 9e positie. Hamilton op P4, Russell naar pole position. Wij dus naar het P9 pakken Oscar Piastri. Dat is goed om te zien. En is het op naar de sprint voor aflevering nummer 7. Daar gaan we dan. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. George Russell will begin today's event in pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Fernando Alonso, Norris, the Professor, Oscar Piastri, Gasly, Tsunoda, Ocon, Stroll, Albon, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Joe, De Vries, Sargeant, De Vries. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, de engineer vertrouwt dus in ons. Moeten denk ik gewoon deze positie zien vast te houden. Neem een 10e ronde brandstof mee. 2 rondjes extra dus. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Wij starten dus op een P9. Iedereen op de zachte band. En komen in ieder geval prima weg van onze grid positie. Remmen en banden opwarmen in de ronde zelf, zegt de ingenieur. Oh, daar nog eens per ongeluk aangeraakt. En dat betekent dat Norris en ik nu al naar de posities worden teruggestuurd door het spel zelf. Daar staan we dan. Daar sta je dan. Nu is het wachten totdat Lewis Hamilton helemaal bij zijn positie is aanbeland. Geeft niks, we spoelen de tijd daar eventjes door. Kijk maar, daar staan ze weer mooi op positie. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 7. De sprint hier in Oostenrijk. 8 rondes lang. Pushen voor wat we waard zijn. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen niet zo goed weg. Want Piastri is al beter weg. Zit aan de binnenkant van ons. Maak daar een divebomb naar Alonso. Raakt hem daar net niet. Maar hebben daar wel de Spanjaard te grazen genomen voor P8. Dan volgt hier een rechtstuk. Wij gooien de overtaking op aan. Alonso kan niet aanvallen. En wij kijken daar bij Lando Norris aan de binnenkant. Dat is gelukt en dat is P7. Gele vlag. Omdat daar iedereen bijna stil staat. En kunnen nu doorrijden naar Charles Leclerc. Prima start tot nu toe. Ronde nummer 2 is het als daar een touché is met Lando Norris. Wij bewogen daar ook wel heel erg laat. En Norris heeft zijn voorvleugel kapot gereden. Moet dus naar binnen voor een nieuwe neus.
En Leclerc is al 2,5 seconden van ons weggereden. Alonso dit keer aan de binnenkant bij Norris. Is er nog niet voorbij. Hamilton teruggevallen naar P5. Ronde nummer 4 als Hamilton naar P6 is. Die twee knokken samen daar voor positie. En daar zit Alonso aan de binnenkant te kijken. Wij nemen een wijdere lijn hier. En dat is nog steeds P7. Nog 4 rondes te gaan. Nu doorrijden naar Lewis Hamilton. Dat gat is 1,1. Moeten we zo klein mogelijk zien te maken. Zodat we zometeen DRS hebben. We gaan daar wel een klein beetje wijd. Maar dat is geen probleem. Hamilton is weer weggereden van ons in ronde nummer 6. Als Alonso dit keer naar de buitenkant kijkt. En we laten dan de Spanjaard sturen daar mooi wijd in. En Alonso dus wijd geduwd. Gasly dus naar P9. Nee, want Yuki Tsunoda is dus naar P9 gegaan. Pakt ook gelijk Alonso mee, zie ik. En we zitten in de laatste ronde van de sprint. Als Gasly weer naar ons is toegereden, heeft Alonso te grazen genomen. Piastri dus terug op P9. Wij moeten daar verdedigen ten opzichte van Gasly. Nemen hier weer de buitenste lijn. En meer tractie. En dat is nog steeds P7. En als het zo zou gaan eindigen, dan pakken wij belangrijke punten in de sprint. Nu hopen dat de hoofdrace ook goed gaat. Nog even verdedigen van Gasly, want we gaan hier een beetje wijd. Maar de Fransman kan hier helemaal niks. Hier kan Gasly ook helemaal niks. Hamilton dus zesde. Achter Leclerc en Sainz. Verstappen wint de sprint. Gasly aan de buitenkant dit keer. Lukt net niet. Wordt daar helemaal wijd geduwd door ons. Russell 2, Perez 3 en wij dus naar een P7. Goed gedaan. Pakken belangrijke punten in de sprint. En we staan dus ook op de 7e positie tijdens de hoofdrace. Max Verstappen krijgt Drive of the Day. En dan volgt hier dan de uitslag. Russell wint de sprint. Perez naar P2, Verstappen 3. Sainz 4, Leclerc 5, Hamilton 6, wij de 7e en Gasly pakt dat laatste puntje in de sprint. 2 punten erbij. Goed gedaan, dat betekent dat wij Gasly, sorry dat wij wat los zijn van Lance Stroll. 3 punten, Gasly is nog te ver weg. P7 in het constructeurskampioenschap en is het op naar de hoofdrace. Kijken of we daar ook punten kunnen gaan scoren. Daar gaan we dan. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or the other has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. 700 meters above sea level, 10 corners and one of the shortest laps of the season, 2.6 miles, with some good overtaking opportunities, but you've got to get the braking right into turn one and turn three. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Sainz, Leclerc, Hamilton, the Professor, Gasly, Tsunoda, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Albon, Stroll, Bottas, Ocon, Joe, Hülkenberg, Magnussen, Sargent, De Vries, Norris, De Vries. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Dan zijn we dus bij de grid. Kijken of wij ook in de hoofdrace naar de punten kunnen gaan eindigen.
dachten dus op een P7 volgens mij. Een eenstopper, geen regen, verwacht medium, hard is de strategie. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronden. Voor de grote prijs van Oostenrijk. Met ontzettend veel P7. Op die medium band. Hamilton start op de harde band. Remmen en banden op temperatuur brengen, zegt de ingenieur. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van de formatieronde. En we komen heel erg goed in onze positie terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace van de Grote Prijs van Oostenrijk. F1 23 My Team Carré Mode, aflevering nummer 7 gaat dus beginnen met onszelf op P7. De lampen zijn aan voor de Grote Prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Leclerc is slecht weg. En wij hebben hem al gelijk de graas genomen. Hamilton verdedigt die binnenkant, maar het is niet genoeg. En we maken een dive bomb naar de Brit en dat is P5 met daar een touché. Met Hamilton en Leclerc. Het was daar 3 dik. Het is daar nog steeds 3 dik. Omdat Hamilton nog steeds zit aan de buitenkant. Alonso is er langs en is naar P5. En wij vallen hier de beide wereldkampioenen aan de binnenkant. Dat is nog steeds voor ons gelukkig P5. Geen schade aan de auto. Dat is goed om te zien. Sainz is al gelijk 2,4 seconden los van ons. Hamilton volgt op 2/10. Maar kan er niet voorbij hier. Ronde nummer 5 is het. Als Verstappen de snelste raceronde heeft genoteerd met een 1.7.5 volgens mij. Alonso zit er dicht op. En kan zometeen een aanval gaan waren voor P5. Wij verdedigen die binnenkant. Is niet goed genoeg. Alonso is er voorbij. We houden die buitenste lijn. Een touché met de tweevoudig wereldkampioen. Maar goed, niks beschadigd. Ook niks aan Alonso zijn auto. En Piastri is naar P6. Wij verdedigen beide coureurs hier mooi af. En gooien onze overtakeknop aan. Ronde nummer 7 is het als weer Fernando Alonso naar ons is toegereden voor een aanval op P5. We kijken naar de buitenkant dit keer en we laten hem hier wijd lopen. Dat betekent DRS voor ons. Perez op P4, gat is 9,7 seconden. Ik denk ook niet dat we dat kunnen gaan dichtrijden. Waar is Lewis Hamilton? Weet ik zo niet. En de score is naar binnen. Verstappen is daar net de pitstraat uitgereden en zit achter ons. Wij gaan die verdedigen. Lukt dat? Max hier de binnenste kant. Dat lukt. Wij hebben overtake en DRS hier tot onze beschikking. En kijken zometeen terug. Hopelijk voor een aanval in de slipstream. En hier aan de binnenkant komen van ver, raken Verstappen daar op het achterwiel. En Max is er voorbij. Jammer maar helaas. Ronde nummer 13 is het. Als ook Perez naar ons is toegereden. Wij rijden op een podiumpositie, maar we moeten nog naar binnen met nog 12 rondes te gaan. We zijn van plan om naar de zachte band te duiken. Max volgt op 2,5 seconden, dus we kunnen wel een beetje bijbenen bij hem. Maar gaan hier wijd. En dat ziet Perez. En een touché met Perez. En Sergio Perez is er voorbij. We proberen nog terug aan te vallen. En dat is een touché met Russell. En we duwen de Brit daar per ongeluk wijd. Had er niet echt op gelet, eerlijk gezegd. En Russell staat daar stil in het grindbak. Wij duiken dus naar binnen rond de laatste pitstop van de dag. Gaan naar de harde band met nog ongeveer 11 rondes te gaan. Ronde nummer 14. Leclerc duikt ook mee naar binnen. Norris duikt ook mee naar binnen. Wij rijden op een P4. Prima pitstop, 2,4 seconden. En komen achter Alonso en Hamilton weer de baan op. Herhaling wat er is gebeurd met George Russell.
Zij aan zij met mij en Max. En wij gaan hier te wijd. Russell moet daar op de rem. Wij gaan naar het grind in. En ja, tikken Russell daar gewoon aan. Mijn schuld. Sorry George. En die Ferrari stond daar gewoon even stil. Wou even checken hoe het met George was. Of je mag daar niet inhalen vanwege een gele vlag. Moet daar even oppassen voor andere rijders. Zelfs Lewis Hamilton moet daar even oppassen. En Russell duikt dus naar binnen voor een nieuwe neus. Is zo net een ronde eerder naar binnen gedoken voor de mediumband. Een tweestopper dus voor Russell. Nieuwe neus dus voor de Brit. En zakt terug tot P22 achter Nick de Vries. En is naar de zachte band gegaan. Russell dus weer de baan op. Heeft dan een groot gat naar de Vries toe. Dus ik verwacht ook niet dat hij naar de punten weer gaat rijden. Denk ik net iets te ver weg voor hem. Onder nummer 16 is het. Als we daar een touché hebben met Lance Stroll. Aan de binnenkant zat hij. En we zitten in onder nummer 17. Nog steeds P9 in onze handen. En Zhou en Stroll knokken samen om dat laatste puntje in de grote prijs. We hebben maar weinig ERS meer over, zie ik. Ongeveer 10% als Russell de snelste race ronde zet. Logisch, want hij rijdt op een verse set soft banden. Hier kan Stroll denk ik helemaal niks. Elfde in het coureursklassement als het zo zou gaan eindigen. Ronde nummer 23, nog twee rondes te gaan en we rijden gewoon nog in de punten. P9 moet een Albon zometeen nog even zien af te stoppen als de motor daar het in één keer begeeft volgens mij. De versnellingsbak is ermee opgehouden. Met nog twee rondes te gaan, gaan punten in rook op. Twee belangrijke punten gaan in rook op. Dit is heel jammer. Want Verschoor rijdt ook niet in de punten. Mechanisch probleem dus voor ons. Het is wat het is. Dit kan nou eenmaal gebeuren, maar het is zo zuur omdat er nog twee rondes te gaan waren. En dit is ook een nieuwe versnellingsbak volgens mij. Dit is een compleet nieuwe versnellingsbak en nul helemaal kapot. Gewoon een versnellingsbak helemaal weggegooid. Dus we moeten dit seizoen sowieso nog een gridstraf gaan incasseren. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Het is wat het is. Helaas een DNF op onze naam. Dat betekent op naar de volgende race en de volgende video. En kijken of dat wat beter werk gaat opleveren voor ons. The pit crew are on the wall, welcoming their driver over the line. It's celebrations in the Styrian Alps. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work, and they should be proud of the victory they've secured here. Nou, hier ben dan dus de uitslag van het raceweekend. Verstappen wint de hoofdrace.
Perez naar P2, Sainz naar P3. Russell vertrok van pole, maar werd helaas 14e. Keek een beetje verkeerd. Pakt wel de snelste race van het punt. Wij dus helaas uitvaller. Enige uitvaller in de hoofdrace. 11e nog steeds in het coureursklassement. Piastri is wat dichterbij gekomen. Nog steeds P7 in het constructeurskampioenschap. Dus eigenlijk verliezen we en winnen we er niks mee. Ja, we verliezen wel wat mee. Belangrijke punten. Hadden gewoon weer 2 punten erbij kunnen gaan krijgen. Dus in totaal 4 punten hadden we dit weekend kunnen gaan meenemen naar huis. Helaas niet gebeurd. Boffen we wel dat er een sprint in zit. Maar goed. 3 tegenover 4 tegen mijzelf en Guang Yuzhou. 13 tegenover 15 dus. Team McLean. Niks veranderd eerlijk gezegd. Van beide sponsoren. Inkomst gepakt. Vanwege de sprint. 100.000 erbij. $25.000 misgelopen helaas. In totaal $3.32 miljoen op de bank. Kunnen we wat faciliteiten gaan upgraden. En misschien nog even kijken of we wat geld over hebben voor Richard Verschoor voor het tweede seizoensdeel. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, Bloton? Zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond tijdens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F1 23 My Team Caribbean content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.